Zo, de stille loop is geëindigd bij de basiliek. Zo, ik zie een vakbondsleider meelopen. Vakbondsleider Salons, u loopt ook mee? Bent u ook Indiaan? Wat zei u? Bent u ook Indiaan? Niet Lala Indiaan. Maar Indiaans bloed is er ook wel. Maar niet omdat ik Indiaan bloed heb, loop ik mee. Het gaat om de gerechtigheid. Wat gebeurd is in die periode dat deze twee heren zijn omgekomen. Ze kwamen op voor hun belangen. Ja, en dan moeten ze op zo'n wijze heen gaan. Dat is niet rechtvaardig. En het kan van tot de dag van vandaag, een jaar geleden. Ja, en nog is er geen duidelijkheid hoe de heren zijn heen gegaan. En dat is wat ik nog eigenlijk zeg. Want dan ga ik direct denken aan mezelf. Ja, van november 2022, waar ik ook door een politie-inspecteur ben mishandeld op het Onafhankelijkheidsplein. Ja, ik heb aangifte gedaan, ik heb van alles gedaan. En tot nu toe is de zaak in onderzoek. Moet het in de doofpot? Ja? En dan hetzelfde zie ik dat hier ook gebeuren, toch? Ja? En dan ook kan. Wanneer er dingen zijn gebeurd, laat de samenleving weten. Ja? Als de heren in een vuurgevecht zijn heen gegaan, zeg ik oké. Dan zijn ze als helden dood gegaan, want ze hebben gevochten voor hun belangen, voor hun rechten. Ja? Maar als ze zijn geëxecuteerd, ja, dat kunnen we niet accepteren. En daarvoor moet er gerechtigheid komen. Net als wat ik zeg, mijn zaak op de Onafhankelijkheidsplein. Ja, ik was totaal, is onterecht dat ik, hoe ik behandeld ben op het Onafhankelijkheidsplein. En dan wil ik bijna geloven, ja, dat hetzelfde is gebeurd bij de strijd met deze twee heren. Want ik wist niets wat er gebeurt op het Onafhankelijkheidsplein. En ik ben op die wijze mishandeld en verwijderd van het Onafhankelijkheidsplein. Ik ben bijna anders, zeker als ik in de buurt stond van het gevecht toen dat gebeurde die dag op 2 mei. Hadden ze misschien ook neergeknald. Want zonder na te denken heeft men zaken gedaan. En daarover moet er duidelijkheid komen. En daarom dat ik zeg, ik voel me verplicht om deze landgenoten te ondersteunen bij de stille loop van vandaag. Om die mannen, zielenrust te geven. Maar 100% dat van hun geestelijke zijde ook, dat ze de nabestaanden poweren om die fight verder aan te gaan. Voor gerechtigheid. Thank you. Goed, dan gaan we verder. Oh, de deuren van de kerk zijn al open. Voorzitter, de loop is achter de rug. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, we wachten even om naar binnen te gaan. We hebben een beetje snel gelopen. Eigenlijk nog een ronde, dan zouden we net op tijd komen. Dus we zijn eigenlijk aan tijd verbonden. Maar we wachten nog even. Was die afstand te kort? Want Ingi loopt wakafara toch? Ja, dat ook. Dat ook, ja. Maar we hebben het heel snel gedaan, hoor. Ja, we hadden eigenlijk gedacht dat we een half uurtje tot 3 kwartier... Maar dat is binnen 10 minuten gedaan. Dus er gaat zo meteen een groep zullen in gebed gaan. Dan zullen we naar binnen gaan. Yes. Voor de duidelijkheid, die loop is geweest om?
Eigenlijk is het op verzoek van de nabestaanden. Zij hebben gevraagd dat ze een stille loop willen houden. Het is meer om voor de heren die zijn omgekomen. Ja. Ja. Misschien zien we je straks weer. We gaan praten met kapitein Sergio Yubitana, kapitein van? Hollandse Kamer, OESEP, voorzitter. Voorzitter, hoe gaat het daar in uw kamp? Want u had ook last van grondrechtenproblemen, hè? Nou, u weet het, niks is nog ingetrokken. Maar wij wakken over onze gronden. En ik denk dat zolang de grondrechten geen feit is, dat we niet bij wet zijn erkend, dat dit een issue zal blijven. Als je ziet hoe men omgaat met andere hun gronden, dat men vecht voor hun gronden, als we denken aan de regeerders, en hoe men omgaat met de rechten van de eerste bewoners, oorspronkelijke bewoners, dan ziet u dat het oneerlijk is. Maar we gaan blijven strijden. Hoe kijkt u tegen deze zaak aan, 2 mei? Nou, het heeft heel veel te maken met de grondrechten, dat men is opgekomen. En als je kijkt dat decennia lang inheemse organisaties, de rechtmatige eigenaren van Suriname, ze opkomen voor hun rechten. En de regeerders, men luistert niet naar de inheemse. Dan ga je krijgen dat men recht in eigen hand neemt. En dat is gebeurd. En uiteindelijk was de basis daar dat men is opgekomen. Er is niet geluisterd en er zijn uitspattingen gebeurd. Maar uiteindelijk was het doel dat de grondrechten, dat men geeft voor de grondrechten, dat men niet luistert. Nu zijn er aan beide kanten slachtoffers gevallen, bij de inheemse, bij de politiemensen. Is er iets dat u aan de regering wil zeggen? Ja, natuurlijk. Kijk. Bij de politie is het zo dat ze hun werk doen. Bij de inheemse is het gewoon zo dat men bezig was om te protesteren. Toch? Aan de regering zou ik zeggen om de zaak serieus op te pakken. Om te kijken en te luisteren naar de inheemse, de rechtmatige eigenaren. Om uiteindelijk hun de plek te geven. Omdat zonder, om eerlijk te zijn, zonder onze plek in de samenleving zal er geen, zullen we zo blijven. Regeerders zullen komen, regeerders zullen gaan en er is geen ontwikkeling. Steeds, je ziet het vandaag alles plat, morgen. Omdat de inheemse die hun plek niet hebben, gaat het nooit goed in Suriname gaan.
Malabarantamoro. Malabarantamoro. Anato kaijo. Yore me tambai. 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 Maramarantamoro, anato kaijo, yore me tambai, yore me tambai, yore me tambai, yore me tambai, yore me tambai. Assemblee lid Vreedzaam. Die heeft ook meegelopen. Mogen we weten waarom? Nou, zoals u weet hebben wij... is het zo dat wij een jaar geleden een hoogtepunt hebben gehad in dit deel van de strijd. En dat is dat we twee strijders hebben verloren, vermoord. En natuurlijk is het gerechtigheid dat wij willen. Op dat deel van de vermoorde heren, de strijders. En twee onze grondrechten. Dat zijn de zaken. Vanaf vorig jaar is het een hoogtepunt, een heel emotionele hoogtepunt bereikt. En het heeft ons ook, in ieder geval, het belangrijkste voor mij is dat we zijn gaan bundelen, gaan beseffen dat wij verder moeten en dat we niet zullen opgeven. En dat is de kern van alles, dat wij niet zullen opgeven. De rechten, de oorspronkelijke rechten van de inheemse. Het grondgebied, dat wordt weggenomen, geroofd. Geen respect voor de cultuur, geen respect voor wie we zijn.
En dat is een strijd waard voor mij en voor ons allemaal. En we hopen dat hiermee de bewustwording op gang ook kan komen bij alle Surinamers. Dat we één zijn, maar dat we respect hebben voor elkaar en respect hebben vooral voor ons leefwijze. Een leefwijze van de inheemse is niet hetzelfde als van de anderen. En dat is wat wij vragen om die bewustwording. Leer van wie we zijn en dan zult u begrijpen waarom wij dit traject en wat voor de voorouders van ons hebben achtergelaten, waarom wij dat willen continueren. Het is niet zomaar iets en die rechten hebben we en wij willen die rechten ook beschermen en bevorderen. Ja? Ja. Dat was assembleelid Vreedzaam van de NDP. Taki Sanda Dungroka Kring Misabi Sanda Dungroka Kring. The Mazan do you a hat sandati I anubuinai baka that I might shoot you? Minasabo merakten den na konde jadi Abib Ching. If they be Abib Ching, they bo firisa mi lasti de. Mar adadeng. Masagado de, mamaf doti de, one day come then too. Me yo and me fed they say tak dati. If they want kill me, they can come. If they kill me, mogwe, ma dogwe baga me too. You gwe na mi pesi, ye fed di leti, die fed di leti, toch die fed di leti. In the air, come say, Petki, the abysma, the pet salmon, and are you? Masakado, da loku, mama, doki, de. Boy. Sleeping with me, boy. Sleeping with me. Ten de moro, ten de moro, de yuru, de moro, yuru. You know how you grandpa, who you grandpa de jazzo too. Now a fighter too. You fight for right, you fight for right. The embedded study. But imagine how a bit bullet is. And that thing. Hey, Maro. Ukumati, you go and you grab chin on the sea and say, man, no worry. I'll let you come. Take America, yeah. Let go from that. We're ready. We're acting myself another. And I'm a map dot. We're acting Yakra Bustrat, Minasab, just never, yeah. We're acting another. Me atimi mustakuru
Je bent mij bij niet dat ik voor mijn 53.000 voor mijn benen door. Una bamoni dat van nog doen. Je was konden hebben criminelen. Noah, ten niet dat rond dat we nog niet meer zijn dat ik. Maar met deze zak dat ik doe. Trabalhar, o topo.